In 1983 omringde het kunstenaars-echtpaar Christo en Jean-Claude 11 eilanden bij de Amerikaanse stad Miami. Ze gebruikten er roze kunststof voor die weinig vocht opneemt en kleurvast is. Handig, want het moest 2 weken lang op het water blijven drijven. Er was bijna 2 miljoen vierkante meter stof voor nodig om elk eiland te omringen met iets meer dan 60 meter kraag. Het duurde 3 jaar om het kunstwerk gerealiseerd te krijgen, want het bestuur van het gebied stribbelde tegen. Maar toen Christo 1000 gesigneerde foto's aanbood waarvan de opbrengst gebruikt mocht worden voor het onderhoud van het gebied, ging het bestuur blij akkoord. Natuurlijk kostte het project een lieve duit voor iets wat slechts 14 dagen bleef bestaan, want daarna werd alles opgeruimd en was het spektakel alweer over. Veel mensen vonden het weggegooid geld. Maar de kunstenaars trokken zich er niets van aan. "Wij betalen alles zelf en zorgen nog voor banen ook," zeiden ze. Want ze pakten zo'n eiland natuurlijk niet zelf in. Daar hadden ze 430 vaklieden voor nodig. Toen het werk klaar was, maakten ze er foto's van en die verkochten ze, samen met tekeningen die ze van tevoren hadden gemaakt, aan musea en verzamelaars. Daarmee verdienden ze geld om weer iets anders in te pakken. Een brug bijvoorbeeld, of een gebouw, of dit boek bijvoorbeeld.